Ja. Vers omgezet hier, ja, dit is vers bewerkt land en we zien nu al heel veel sporen, ja. Hier heb je varken lopen. Dit zijn Bjorn en Jan, beide jager. Hier in de Engbertsdijk Venen zien ze dat het wilde zwijn steeds vaker verschijnt en in de clinch komt met de landbouw. En de laatste jaren is met name sinds een jaar of vijf, is de populatie erg gegroeid. Dat heeft tot gevolg gehad dat er toch heel veel wildzwijnenschade was hier in dit gebied. Op een steenworp afstand staat de boerderij van varkensboer Gerben Dekker. Hij heeft 1000 zeugen en elke week worden er 500 biggen verkocht. Een uitbraak van de varkenspest zou voor hem desastreuze gevolgen hebben. Daarom blijft de deur naar de stal waar de varkens zitten voor ons dicht. Je wilt het niet binnenhalen, dus stel dat het ergens is. Je bent in een bos geweest waar een wild zwijn loopt dat het toevallig heeft zonder dat iemand het weet. Nou ja, dan wil je niet het risico lopen dat je het in de stal brengt. De sector is belangrijk voor de provincie Overijssel. En gedeputeerde Hester Maai kondigde afgelopen week extra maatregelen aan om een uitbraak van Afrikaanse varkenspest in Nederland te voorkomen. Dat betekent concreet dat er inderdaad er is. Men weet ongeveer hoeveel zwijnen er zijn. En natuurlijk komen er af en toe wat bij. En dat wordt dan beheerd, zodat het aantal gelijk blijft en je niet een extra risico hebt op uitbraak. Dus dat is een preventieve maatregel die we hebben genomen met elkaar. Om dat voor elkaar te krijgen, mogen jagers meer dan normaal. Zo mogen ze nu ook 's nachts jagen, daar nachtkijkers bij gebruiken. En de omstreden drukjacht wordt tijdelijk toegestaan. En dat laatste vindt jager Bjorn van de Veen een heel goed idee. Inzetten van de drukjacht is een van de middelen om de populatie wilde zwijnen naar beneden te brengen. Als je niks doet, blijven die wilde zwijnen daar, blijft die populatie blijft groot. Als je dat 's nachts niet kunt bejagen, kun je daar ook niet aan een reductie in de populatie doen. Maar die drukjacht is een heel effectief middel om een bepaalde rotte wilde zwijnen uit de dekking te jagen. En daar schiet je dan niet één van. Daar kan je soms meerdere stukken van schieten. De gedeputeerde wil de huidige stand op peil houden. Dus er niet meer af en er zeker niet meer bij. Maar eigenlijk geldt er in Overijssel een zogenaamd nulstandbeleid. Dat betekent dat er eigenlijk geen zwijnen mogen zijn. Hier zijn geen wildzwijnenbeheerplannen, simpelweg omdat we met elkaar hebben afgesproken dat we in principe geen wilde zwijnen tolereren. Nu ze er dan toch zijn, zijn ze een bron van besmetting en wij vinden dat je die bron zo snel mogelijk naar beneden moet brengen om risico van verspreiding te voorkomen. Kortom, handhaaf dat nulstandbeleid, vinden jagers. En varkenshouder Gerben is dat met ze eens. Je moet ook eens zien dat je in de natuurgebieden eigenlijk alles uit de kast haalt wat maar mogelijk is om die wilde zwijnen in ieder geval terug te brengen naar de aangewezen gebieden op de Veluwe en in Limburg. Wat zou jij willen dat er moet gebeuren? Een uitgebreide klopjacht hier zo. Boswachter André Donker van Natuurmonumenten probeert de rust te bewaren. Want zwijnen maken de natuur aantrekkelijker. Dat er stress is, dat snappen we onder de mensen die varkens hebben. Maar dat betekent niet dat je paniekvoetbal moet gaan toepassen. En dat betekent dat je je preventie goed moet doen. En dat je inderdaad goede plannen moet maken. Hoe gaan we nou met die wilde zwijnen om? Nou, volgens mij liggen die plannen hier in Overijssel hartstikke goed. Niet meer, maar dat betekent ook niet overdreven veel minder. En dus moeten jagers naast speuren ook nog eens goed rekenen.